Het is voor veel artiesten een eer als je geportretteerd wordt. Al helemaal als je werk levensgroot op de muur staat. Die eer heeft rapper Fresco nu ook gekregen. Een muurschildering van hem staat sinds dinsdag op het CKE in Eindhoven. Ik was best wel bang dat ik zeg maar echt met mijn gezicht op een muur groot zou staan, weet je wel. Dan op een gegeven moment, het is een soort van schaamte bij mij dat ik denk van ja, ik wil hier niet langskomen met mensen, want dan, maar dit is heel fijn. Dit is een heel mooi compliment. Het gaat meer over de inhoud van mijn tekst dan over mij per se. Ik vind het heel tof als ik mensen gewoon, als ik hier loop en ik kan de mensen laten zien, ja, dit is gebaseerd op een tekst van mij. De muurschildering is dus gebaseerd op een nummer van hem genaamd Motion. En we komen straks aan, ik beloof het. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En de struggle, dat gaat je belonen. Zet die hele achtbaan in de motion. De tekening is een weerspiegeling van het proces waar Fresco vaak doorheen gaat bij het maken van nummers. Hoe het er nou staat, dit is ook gewoon heel algemeen. Je ziet iemand kampen met gevoelens van, weet je, je down voelen. Hij heeft één zaadje in zijn hand. En dan ineens raakt hij in zijn proces en beseft hij dat hij met dat zaadje wat kan. En dan ontstaat er een plantje en dan zie je hem letterlijk oplichten. En dan wanneer die plant echt groeit, dan zie je hem gewoon helemaal van geluk. En die struggling is duidelijk te zien in het hele schilderij en dat maakt het ontzettend herkenbaar voor hem. Ik als schrijver, als maker, hoe je het wilt benoemen, ik voel soms echt wind tegen, dat ik gewoon zit met mijn koptelefoon op, een leeg stuk vel. En ik denk van, dit gaat hem niet worden. En dan, ja, voor mij, het is zo herkenbaar. Ik heb er vaak zo bij gezeten, dat ik gewoon, dan niet met een plant, maar wel met een stukje papier, maar gewoon echt aan het kijken was van, ja, dit is het.